Heb jij toevallig een slechte dag? Nou, deze mensen die hebben een nog slechtere dag. Stel je namelijk eens voor dat jij in dit huis woont en dat je buren dit bouwen. Nou, dan heb je geen slechte dag. Dan heb je opeens een slechte week of een jaar of een maand of een leven. Elke dag kan je uit het raam kijken en dan zie je gewoon je buren die gewoon echt een mega villa hebben. Ik zou echt denken, bro, ga naar een villawijk of zo. Of je hebt een hele splinternieuwe keuken en je komt erachter dat de vaatwasser niet open kan omdat de oven in de weg staat. Dan kan je dus heel je keuken weer gaan verbouwen. Stel je voor, je hebt heel die keuken in elkaar gezet. Een splinternieuw huis. En je komt opeens hierachter. Bro. Oké, wat gaat hier gebeuren? Ze heeft een stokje. Oké. En ze prikt daaronder. Ik denk dat daar iets onder zit. Ik heb zo'n gevoel dat er iets onder zit. En oh, wat? Bro. Ja, ik zou ook echt gaan rennen. Zeg maar, ik verwachtte 1 spinnetje. Maar 1000 van die spinnen. Oh, nee. Oh nee. Oh. 1 regel, dames en heren. Als je off-white schoenen hebt, haal niet dat plasticje eraf. Zeg maar, die schoenen gaan van 500 euro naar 1 euro. Gewoon bang. Hou dat plasticje erop. Dit is een typische boomer die een slechte dag heeft. Wanneer je een vakantie hebt geboekt naar Bali, waarvan je het geld niet terug kan krijgen met je vriendje, maar je bent 7 maanden geleden uit elkaar gegaan, ja. Ja, dan moet je dus samen met z'n tweeën, terwijl je uit elkaar bent, op vakantie nog. Hé, misschien redt het je relatie. Of ja, je relatie was al 7 maanden uit, maar maak er het beste van. Nou, je kan zeggen wat je wil, maar deze mensen die gaan altijd naar de sportschool. Zelfs als de sportschool helemaal overspoeld is met water. Ja, dit noem je nog eens discipline. Dit noem je echt discipline. The grind must go on. Oh nee, hoe kan deze persoon rijden? Wat? Huh? Hij heeft 1 klein kijkgat gemaakt. Wat? Dat... Nee, maar dat is gewoon gevaarlijk. Dat is oprecht gewoon gevaarlijk. Ik weet niet of deze persoon nou een slechte dag heeft of een hele goede dag. Ik kan er niet echt over uit wat het is. Nou, deze persoon heeft zeker een slechte dag. Wat is er gebeurd met zijn skis? Wat is dit nou weer? Hè? Dit is niet, zeg maar, hoe skis horen. Voor de mensen die nog nooit geskiet hebben of nog nooit op wintersport zijn geweest, dit is niet hoe het hoort. Die dingen horen plat te zijn. Deze guy zit gewoon in het restaurant en valt opeens daarachter. En het eten valt, zeg maar, op de mensen achter hun. Gewoon midden in de McDonald's valt die opeens. Het is ook echt de drukste periode van de McDonald's ooit. Maar dat zag er echt heel leuk uit. Ik wil die nog een keer zien. Kijk dan. Ja, hier zou ik echt 1000 keer naar kunnen kijken. Deze man heeft een slechte dag, maar het maakt mijn dag. Oh nee, wat is hier gebeurd? Ze heeft broccoli en... Oh, nee. Zaten insecten op. Ah. En dan komt ze waarschijnlijk achter nadat ze al best wel wat broccoli op heeft. Ah. Lekker in de sportschool. Lekker aan het sporten. Hoppakee. En... Oh nee. Die to die. Ja, dat is een domme manier. Ja, zeker. Oké, wat hebben we hier? Lekker... Oh nee, daar gaat al de biertjes. Oh nee, dit is een slechte dag voor iedereen. Rest in peace, biertjes. Oké, we hebben een glazen deur en ik denk dat deze persoon... Oké, hij ziet het wel. Ik dacht, hij gaat... Oh, dit kan ook gebeuren. Ik had iets heel anders verwacht, maar dit is ook leuk. Ik dacht dat hij, zeg maar, niet zag dat er een glazen deur was en dat hij er tegenaan zou lopen. Maar ja, dit was nog meer random. Oké, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Oh nee. Oh, het slot gaat er niet af. Oh, nee. Oh. Ze zit dus op het toilet in het vliegveld. En haar slot die wil gewoon niet meer opengaan. Wat ga je dan doen? Eroverheen klimmen? Wat ga je doen? Nou ja, ze heeft gelukkig wel de telefoon bij, want ze kan een TikTok maken. Dus ze kan ook iemand bellen. Wel grappig dat ze dan eerst een TikTok maakt voordat ze iemand gaat bellen. Ik zou niet eens denken aan een TikTok. I have the worst luck. Oftewel, ik heb het minste geluk ooit. Oké, ze springt en... Oh nee, de telefoon! Oh shit. Wat? Oh nee, ja, daar gaat je telefoon. Ik zweer het je. Dan heb je echt wel ongeluk. Tegelijkertijd, kijk even opnieuw hoe de telefoon in de zak zat. Zeg maar, zie je die telefoon in die zak zitten? Tuurlijk valt die eruit. Zeg maar, dit kon je verwachten dat dit ging gebeuren. Laten we heel eerlijk zijn. Dus hey, heeft ze een slechte dag? Heeft ze ongeluk? Jazeker. Maar is ze tegelijkertijd ook niet heel slim? Jazeker. Oh my god, bro. Wat is dit? Dit is een mega grote spin. Oh nee. Deze persoon komt dus gewoon op de slaapkamer en...
komt opeens deze spin tegen of zo. I don't know. Ik ben blij dat ik in Nederland woon. Zeg maar in Nederland, België, een beetje waar wij zitten, zeg maar. Daar heb je dit soort grote spinnen niet. En dat is top. Can't be having a worse day than this guy. Deze guy is gewoon lekker in de tuin en opeens gaat zijn deur kapot. Ik denk dat er iets, zeg maar, tegenaan is gevlogen. Ik heb geen idee hoe dit gebeurt. Ik kom nooit buiten, dus ik heb geen idee hoe dit is gebeurd. Lekker op de motor. Totdat. Oh, wat gebeurt er? Een vlieg gaat in zijn oor. Hij haat vliegen. Ja, dat is vrij duidelijk. Hij is dus gewoon lekker motor aan het rijden en opeens vliegt er een vlieg in zijn oor. Zeg maar, zijn dag ging van de beste dag ooit, zeg maar lekker aan het cruisen. Nou, opeens niet meer de beste dag ooit. Boom, vlieg in je oor. Are you counting this as a hole-in-one? Oftewel, is dit een hole-in-one? Gaat hij in één keer erin? Ik denk het niet, want hij heeft een slechte dag. Dus het zal wel niet gebeuren. En, oh, oh! Wat? Het ging er in één keer in. Maar omdat hij in één keer erin ging zo hard, stuitte hij weer eruit. Dan heb je eigenlijk het beste schot ooit. Maar tegelijkertijd ook weer niet. Deze mensen zaten op een cruise ship. En de cruise ship is verlaten zonder dat hun nog op de boot zaten. En dit is blijkbaar op de Bermuda-driehoek. Oftewel, de plek waar je niet achtergelaten wil worden. Ja, wat ga je dan doen? Deze guy heeft dus een iPad waarop hij de tatoeages laat zien. Alleen had hij de iPad niet heel goed neergezet. RIP iPad staat er al bij. Hé, ja hoor, je ziet zeg maar dat hij een kraakje heeft. Oftewel, daar gaat de iPad. Ja, dat is zeg maar, dat is gewoon lullig. Oh, ik zie al precies hoe dit fout gaat. Ik zie het al gewoon. Dit gaat fout. Hij wordt eraf geduwd. Oh. Ja. Deze was zo voorspelbaar. Maar hey, hij heeft een slechte dag. En al die andere mensen op de boot, die hebben de beste dag ooit. Want die hebben goed kunnen lachen. Wil je nog meer mensen zien met een slechtere dag dan jij? Klik dan snel op deze video. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Want ik upload elke dag een video zoals dit. Dat is toch ongelofelijk? Dus hey, abonneer. Doe ik even een duimpje omhoog. En dan zeg ik, Mick out.